Met welke Pokémon heb jij? Sergio, een Floatzel. Ja, maar daar had ik niet op gerekend. Ik denk, je hebt ijstype Pokémon. Dan moet je niet met watertype Pokémon komen. Want daar kan mijn Monferno niet tegen. Ik bedoel Infernape. Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een nieuwe Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl video. Ja, ja, we zijn er weer. En we moeten nu mijn rival Chukarik gaan helpen. Want die is helemaal boven in de map. Daarbij een meertje om daar te voorkomen dat Team Galactic zijn ding kan doen. Dus wij gaan ook nu daar naartoe. En het moet denk ik ergens door deze grond hier. Met allemaal Geodunties. En als jij deze serie nog steeds vet vindt, knal een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan ga ik even snel mijn Luxray wisselen hier zo. Het is niet handig, Luxray in een grot. Donald moet gewoon even lekker op de eerste plek natuurlijk. Onze Psyduck. Ik bedoel Golduck, want hij is al geëvalueerd. En kan ik hier die volk gebruiken? Ja, die hebben we al. Lekker. Hoppakee. Er komt even een Staraptor hier de grot binnengevlogen. En die haalt even de mist weg. Er komt een Bidoof mij helpen met Rock Smash. Ik krijg hulp van alle Pokémon die er zijn in de wereld. Pakken we dit even op. Een Stardust. En dan gaan we weer lekker vet lopen. Ik denk dat ik hier naar beneden moet, Strakkies. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik hier lekker moet gaan surfen. Zo, maar hier is wel echt... Ah, hier is zoveel te doen, jongens. Daar ligt ook een pokeball, die moeten we even oppakken. Hoppakee, even douwen zo. En dan hier naar het pokeballetje. En dat is een soft sand. Die gaan we gelijk eens eventjes aan onze Gerrit geven. Want die boost ground type moves. En de fistplate, die gaan we eens eventjes aan Abu geven. Want die boost fighting type moves. En weet je wat, dan geven we de amulet coin even aan Donald. Want dan krijgen we meer geld. Oh, kijk nou, we komen Clefairy tegen, joh. Eigenlijk moet ik Clefairy nu vangen en hem dan Pikachu noemen. Omdat ze oorspronkelijk dus Clefairy in de tv-serie in de plek van Pikachu wilde doen. Ik ben heel blij dat ze dat niet gedaan hebben. Hij heeft Moonlight. Dat is een lekkere move. Want daarmee gaat hij zichzelf gewoon flink healen. Kijk, is die weer bijna vol, joh. Maar ik ga geen Clefairy vangen, want ik wil Clefairy niet in mijn teampie. Ik denk dat mijn teampie eigenlijk aardig compleet is. Ik heb jullie continu gevraagd naar een namen die ik eigenlijk wilde voor mijn Pokémon. Maar laat even in de reacties weten of jij vindt dat er nog een andere Pokémon in mijn team zou moeten. En in plaats van wie die dan moet. Ondertussen gaan Abu en Gerrit de level omhoog. En Gerrit wil even een nieuw movie leren. Earth Power. En die is knijtergoed. Die wil ik sowieso. Dat is ook eindelijk een ground type move. Die had ik nodig. En dat doe ik dan... Ja, toch in plaats van Muddy Water, denk ik. Nee, toch in plaats van Waterpuls. Laat ik een keer een gokje nemen. Muddy Water is namelijk sterker, maar die mist vaker. Dus daarom wilde ik hem eigenlijk weghalen. Oké, ik wil toch echt even het water op, jongens. B-Barrel! Kom, we gaan surfen! Wee! Ja, nu moet ik wel even Luxio op de eerste plek zetten, eigenlijk. Ah, ik bedoel natuurlijk Luxray. Ik zeg altijd Luxio, jongen. Klinkt gewoon lekker, Luxio. Oké, let's go, let's go. Wat is hier allemaal te vinden? In ieder geval een Ponkyball. Lichte klei. Kijk, daarboven ligt ook nog wat. Zag je dat? Helemaal rechtsboven in beeld. Ja, Zubat. Weet je, als we shiny Zubat tegenkomen, dan doe ik hem in mijn team. Want uiteindelijk is Crobat best wel goed. Hier ligt in ieder geval ook nog een Pokéball, een Max Elixir. En dan kunnen we hier nog naartoe. Jeetje, hier liggen echt veel spullen. Even kijken, wat is dit? Een Revive. En hier ligt ook nog wat. Dit is echt een schattengrot gewoon, jongen. Full Restore. Kijk, die kunnen we ook goed gebruiken. Ik ben benieuwd hoe lang deze grot is. Oh, zijn we al buiten? Oh, we zijn in Sneeuw City. Dat betekent natuurlijk dat we Abu even op plek 1 kunnen zetten, want hier hebben we grotendeels denk ik wel een vuur-Pokémonnetje nodig. Dat lijkt me in ieder geval logisch dat we hier ijstype Pokémon gaan vinden. En natuurlijk weer knijterveel items. Een ijs heal onder andere. Ja, alleen al die trainers die hebben vast geen ijstype Pokémon. Hallo, madame. Zie je? Ze hebben een Lopunny. En een Lopunny... Die kan geen ice moves. Die kan alleen... Oh, wow. Oké, die overleeft wel gewoon even mijn power-up punch. Oké. En die is ook gewoon sneller dan ik. Hoe is Lopunny sneller? Dat is de flats. Wegwezen, joh. Je hebt wel mooie wenkbrauwen trouwens. Die zijn echt 3 kilometer lang en die staan recht omhoog. Even alle bruggetjes over. Even hier naar beneden. Ik ben wel benieuwd wat hier voor wilde Pokémon dan zijn. Laten we even kijken. Oh, dit is wel cool. Sneasel. Ik denk alleen... Ik dacht vroeger dat Sneasel en Weavile heel goed waren. Maar volgens mij valt dat echt reuze mee. Volgens mij zijn ze helemaal niet zo heel goed. Maar er lopen hier dus wel ijstype Pokémon. En op zich zijn ijstype Pokémon wel nice. Alleen ze hebben echt behoorlijk veel weaknesses. En dat is wel een beetje... Ja, dat is een nadeel. Je moet heel erg opletten tegen wie je die Pokémon dan gebruikt. Hey, hallo. Ben je lekker aan het skiën, joh? What up, ski meneer? Heb jij wel een ijs-Pokémon? Ja, dus een Sneasel inderdaad. Flamie! Wat een sick idee. Dag! Doei!
Donutje naar level 41. Tjoekarik, ik kom eraan. Waar ben je? Oh jeetje, hier is zo echt een hele grote ijsvlakte. En het begint hier echt flink te sneeuwen. We komen gewoon in een sneeuwstorm terecht, joh. We moeten nu tegen een ace trainen met een Raichu. En die Raichu is level 34. Ja, wij zijn toch wel wat sterker dan de gemiddelde Pokémon hier allemaal. Oh, arme Raichu. Oh nee, dat vond ik gewoon een beetje zielig. Simba, die mag even deze Pelipper gaan slopen. Sparky! Ja, ik heb echt wel een lekker gemengd teampje, hoor. Ik kan echt heel veel Pokémon gewoon in één keer kapot maken. Echt zo fijn. En Hippopotus. Ja, en daar ga ik even mijn Carnivine weer eens voor gebruiken, hoor. Wat ziek idee! Ik vind Carnivine gewoon een meme-Pokémon. Maar eigenlijk is hij best wel goed, man. Hij doet het bijna altijd heel goed. Oké, wat gebeurt hier allemaal? Het is hier echt één grote zandvlakte, joh. Oh, hier zit weer een ninja verstopt. Oh ja, hoor. Die ligt lekker daar onder het sneeuw. Met zijn blote handen. Oh, het is helemaal niet koud voor de rest. Nee, joh. Gewoon blote handen jezelf onder de sneeuw verstoppen, joh. Jij oude kleine gek. Met je zoeibedje. Hoppakee. En je goalbedje. Hij heeft gewoon 4 Pokémon, joh. Oh, daarom had hij het niet koud. Die Pokémon die hielden hem natuurlijk allemaal warm gewoon. Hij zat gewoon in de mond van die goalbed, denk ik. Die bek van die goalbed is groot genoeg om je in te verstoppen, joh. Let's go, Donald. Geef hem een kopstoot. Ja, zo zie je. Ik heb gewoon die super effective moves tegen zo'n beetje elk type. Echt super fijn. Dus daarom wil ik eigenlijk ook Donald niet wegdoen. Ook al heb ik nu 2 watertype Pokémon in mijn team. Ik gebruik Donald dan voor Psychic en Gerrit voor Ground-type moves. Snap je? Dus soms kan je best wel Pokémon van dezelfde type in je team hebben. Zolang ze mij niet exact dezelfde moves kennen en alleen maar moves van dat type. Want dan heb je er natuurlijk niks aan. Oké, let's go. Oh, ik zit echt gewoon vast nu in de sneeuw, joh. Oké, hier ligt de Pokéball. Een Battle of Iron. Zoveel sneeuw hier. Daar liggen weer een mannetje verstopt. Dus ik ga weer omlopen. TM07. Hagel. Ja, die wil ik sowieso niet gebruiken. Want vind ik alleen maar irritant, dat hagel. Wat is dit voor huisie? Hé, zit jij lekker hier te chillen met je backpack? Hij zegt, toen ik hier aan het vechten was, toen heb ik een TM laten vallen. En dat is Rock Climb. En die hebben we volgens mij nodig. Dus die moeten we gaan zoeken. Dat is waarschijnlijk deze move. Ja, TM100 Rock Climb. En nu kunnen we dus ook bergen gaan beklimmen. Aha, zal ik de TM even netjes teruggeven aan hem? Hey, wil je de TM terug? Ik heb hem gevonden. Hij zegt, nou, ik had me er al bij neergelegd dat ik hem verloren was. Dus jij mag hem houden. En hij vindt het goed dat we eerlijk zijn. En daarvoor krijgen we een Icicle Plate. En hiermee boost je dus ice moves. Oké, let's go. We gaan weer door deze sneeuwvlakte bende. Hier naartoe. Daar staat een trainertje. Die wil waarschijnlijk wel battelen met mij. Ja, die wil zeker battelen met mij. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk gevechten uit de weg te gaan. Maar Luke wil het toch proberen. Met een Krogunk. Veel plezier, jongen, met je Krogunkie. Ah, oh, wordt zelfs ook genakt gewoon zonder super effective. Dan nu, Machoke. Donaldje. Kopstoot. Machoke gaat voor een low sweep. Moet hij helemaal zelf eten. Helemaal goed. In mijn vorige video zei ik trouwens dat Golduck ook een psychic type was. Ik dacht dat dus altijd, maar dat is gewoon helemaal niet zo. Ik vind het echt super raar. Ik vind het gek. Gerrit gaat ondertussen naar level 40 en nu moet alleen Jaws nog boven de 39 komen om een Pokémon te zijn in level 40. Die hebben we natuurlijk ook als laatste pas erbij gekregen, dus die moeten we eigenlijk het hardst trainen. Maar ja, hier lukt het niet echt om die te trainen. Ik kan hem natuurlijk nu wel gebruiken tegen Onix. Oei! Bam, hoppakee. Oh, en hij heeft wel sturdy. Ja hoor, natuurlijk. Dat betekent dat hij 1 move bij mij kan doen. Smackdown. En dan gaat hij alsnog kapot door de hagel. Dag, Onix. Dag. Goed dat je me toch nog 1 keer hebt kunnen raken, jongen. Yo, maar zijn we al een beetje in de buurt van Tjoekarik dan? Jongen, waar ben je? Ben je hier ergens boven? Laat me met rust. Ik moet de wereld redden. Waarom willen jullie allemaal tegen mij vechten? Alsof ik niks beters te doen heb. Flamewheel. Bam. Heerlijk. Nou, ik ben wel gepoisoned door het poisonpontje. Het is altijd naar van die Roselia's hier, jongen. Best wel veel Roselia's die hebben dat. Dus nu word ik geraakt door de hagel en door de poison. Nou, lekker dit. Jaws mag het gaan opnemen tegen Seeking. Seeking is zo'n Pokémon die je met 1 klap kan slopen. Hè? Die zou mij gewoon in 1 keer kapot kunnen maken. Die heeft zo'n move horn drill volgens mij of zoiets. Of was het geen horn drill? Het was in ieder geval iets met horn. En dan kan die je gewoon in 1 move gewoon slopen. Die move heeft volgens mij maar 30% kans om je te raken. Maar als die je raakt, ben je gewoon dood. Echt, als je een Nuzlocke doet, jongen, dat is echt huilen als dat gebeurt. Oké, Olivia, ik heb je Seeking ook verslagen. Ik moet er weer vandoor. Ik heb een beetje haast, mevrouw. Nee, ik wil geen wilde Pokémon tegenkomen. Alhoewel, deze is wel grappig.
Medicham. Alhoewel, ja, nee, dit is helemaal niet grappig. Kijk die lippen. Die hele gekke lippen. Kijk hem staan, joh. Balanceren op één pootje zo. Zie deze moves, jongen. Die Medicham. Die beweegt echt veel te sexy. Oké, hou op, Rick, hou op. Verslaan maar gewoon. Deze willen we toch niet in het team hebben. Oké, Medicham. Wel leuk om nu een keer andere Pokémon tegen te komen dan tijdens de hele game. Dat is wel tof. Oké, maar moet ik dan hier naartoe? Is dit de plek waar we moeten zijn? Ja, we zijn bij Equity Lakefront. En deze twee gasten staan in de weg. En ze zeggen, hier op wacht staan is heel belangrijk. Ik zal hier een succes van maken. En ik verdien dan een Clefairy. Oh. Kan ik er niet langs? Ik kan er niet langs. Okay, waar moet ik dan naartoe? Jongens, moet ik omlopen? Ja, ik loop wel om dan, ja. Er is vast een zijingang. Deze kant op hier. Oh. Oké. Een ultrabal, maar ik zie geen weg hier naar binnen. Ik kan nog hier naartoe. Deze kant op. Oh, dan ben ik in het Snowpoint City. In het dorpje. Er staat hier iemand die zegt, het is hier altijd echt super koud. Maar de spirit, de geest van de trainers en de Pokémon, die is heel warm. Vooral die van de gymleader. Oké, let's go. Gymleader. Is dat hier? Ja, dat is hier. Oké, laten we zo kijken in de gym. We moeten eerst even een Pokémon healen. Kijken wat hier nog meer te doen is. Zij staat hier met een Torchic. En zij vraagt, heb jij een Medicham. Zou je die met mij willen luiden voor een Hunter? Ah, ik heb geen Medicham. Die heb ik net verslagen. Zou die Hunter dan evolueren in een Gengar? Of hebben ze een ITP dat dat niet gebeurt? Gengar in je team is wel tof trouwens. Maar ja, wie zou er dan weg moeten, hè? Oh, kijk, hier is het Pokémon Center. Dan kunnen we even healen. Zo, hoppakeetje. Ik vind het trouwens wel gek, hoor. Dat we dan eigenlijk bij die Team Galactic gasten staan. En dat zou je zeggen, nou, dan moet je tegen vechten. Maar ik zeg niet dat ik met ze wil vechten. Ze staan daar de wacht te houden. En ik zeg, oh ja, is goed, joh. Ik ga wel weer. Dag. Dat is toch gek? Anyway, hier hebben we de Snow-type Pokémon Gym. Oh, en daarmee glijden we overal naartoe. Bijvoorbeeld helemaal hier naartoe. Dan hebben we hier sneeuwballen. Kunnen we daar iets tegen doen? Volgens mij niet. Oké. Dit is de grote glijbaan Pokémon Gym. Met welke Pokémon heb jij? Sergio? Een Floatzel. Ja, maar daar had ik niet op gerekend. Ik denk, je hebt ijstype Pokémon. Dan moet je niet met watertype Pokémon komen. Want daar kan mijn Monferno niet tegen. Ik bedoel Infernape. Oké, ik ga gewoon all-out en close combat doen. Maar hij doet Aqua Jet, wat super effective is. En Aqua Jet is een move die altijd als eerste gaat. Close combat. Hoppakee, Floatzel weg. Oké, nou, ik denk dat we Luxray ook nodig gaan hebben in deze gym zo te zien. Je moet maar net een beetje geluk hebben dat je de juiste Pokémon voor aan hebt staan. En Luxray gaat ook naar level 45. Dus dat is top. Dan nu wel tegen Sneasel. Misschien zou Carnivine ook nog wel kunnen gebruiken in deze gym dan. En voor Sneasel gebruiken we natuurlijk Flame Wheel. Op ze vlots. Wegwezen. Kom maar hier met die XP. Abuna level 46. Oké, kunnen hier naar beneden. Dan worden we hier tegengehouden door een sneeuwbal. Dan kan ik eigenlijk nergens naartoe. Maar ik kan hier wel achterlangs. Word ik daar ook weer tegengehouden door een sneeuwbal? Kan ik hier naar beneden? Oh, oké. Oh, we kunnen die sneeuwballen kapot maken van bovenaf. Aha. Dus als ik hier vanaf glij, dan gebeurt er niks. Als ik hier naar boven glij, dan glij ik tegen deze chick aan. Oh, dit is wel een leuk gymmetje. En waarschijnlijk moeten dus al die sneeuwballen in het midden kapot. Pilipier. Ook niet echt leuk voor mijn Infernape. Ja, laat het ook gelijk regenen. Oké, laten we maar even wisselen naar Simba. Want Infernape, die kan niet zo heel veel doen tegen Plipper. En dan hoop ik dat ik niet confused raak door deze waterpuls. Nee, dat is mooi. Oké, dan gaan we lekker sparken. Hoppa. Oké, wat heb je nog meer? Je hebt Golduck nog. Oké. Dan is het nu tijd voor Jaws. Oh, maar Golduck heeft Ice Beam en dat is een probleem. Dat is een probleempie. Ik ga hem denk ik ook niet in één keer slopen. Ah! Oké, dan gaan we toch maar weer terug naar Simba. Daar doet die Aqua Jet op. Jeetje. Dit is wel een lastige gym, omdat je niet echt weet welke moves en welke types al deze Pokémon hebben. Dus dan zet je de ene in en dan blijken ze toch een super effective move te hebben op die Pokémon. Maakt het wel uitdagend. Ik vind het wel leuk. Jaws gaat een level omhoog. En dan moeten we nog tegen Steelix. Maar nu snap ik er helemaal niks meer van. Waarom Steelix in een ijs/water type gym? Nu begrijp ik, mijn hoofd snapt de logica niet in de gyms in deze game. Waarom komt hier een Steelix? Kent deze Steelix ook een ijs type move? Dat moet dan wel. Let's go. Flame Wheel erbovenop.
Kijk, die Steelix heeft sikke defense, jongen. Oké, hij begint te schreeuwen, maar dat werkt niet. Top gedaan, Steelix. Dan ga ik nu voor een close combat. Let's go, maak hem kapot. Hoppa, en Steelix is ook weg. Oké. Blade gaat nog even naar level 42. Maar dit kan een hele interessante gym gaan worden. In de volgende aflevering gaan we kijken hoe ik het er vanaf ga brengen. En of ik de badge ga pakken. Als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!